Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schilden van de kleren, dokter kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen en ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaal? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A. Gezellig, Hans. Hè? Snurkende man op de sofa. Dat is gezellig, hoor. Oh, sorry. Maar ik had toch niet zo zin om naar de disco te gaan. Nee? Nou, ik wel. Ja, ik meen het. Oh, ik zou best wel weer eens een avondje lekker met je willen gaan dansen. Oké, zaterdag gaan we samen eten. En daarna naar de disco. Maar vandaag even niet, als je wil. Ik ben bek af. Ik heb 6 uur aan 1 stuk doorstaan opereren. Nou, die bezuinigingen, die gaan zich toch wreken. We maken gewoon te lange uren. En hoe heb jij het gedaan vandaag? Hm? Nou, weer is geen bal uitgevoerd. Ja. John deed het spreekuur, hè. Dus, nou ja, we dat boodschapjes gehaald en verder vol ijverig mevrouw Dobbelsteen voor de voeten gelopen. Net het gevoel alsof ik in de fut zit. Hm. In ieder geval beter dan al het gedraaf van voor. Het is helemaal niet beter. Dat is veel erger. Nee, schat, ik meen het. Serieus. De kinderen zijn het huis uit. De praktijk is een deeltijdbaan geworden waarvan John zo langzamerhand het grootste gedeelte op zijn schouders heeft genomen. Nou, ik heb net het gevoel alsof ik een chique oude mevrouw geworden ben. Ach, maar dat is toch onzin? Nee, dat is het niet. Het huishouden van ons tweeën hoef ik toch ook niet te doen? Dat doet me voor Dobbelsteen al sinds mensenheugenis. Ja, destijds was het een zegen natuurlijk, omdat ik voor die dingen allemaal helemaal geen tijd had. Maar nou, ik heb toch echt zo langzamerhand het gevoel dat of ik of mevrouw Dobbelsteen hier overbodig is. Ja, Hans, ik meen het. Echt waar, ik loop hier al een hele tijd mee rond. En ik... Nou ja. Wou jij mevrouw Dobbelsteen ontslaan? Wat? Ach, nee, natuurlijk niet. Wat is dat nou? Goh, ze werkt al 25 jaar bij me. Schoon een soort zilveren jubileum. Moeten we dat dan niet vieren? Wat? 25 jaar trouwe dienst. Krijg je een lintje? Hé, schat, blijf nou even serieus. Ik zit ermee, echt waar. Iedereen gaat 's ochtends lekker naar het werk en ik op mijn luie kont zitten. Ach, je werkt minstens 3 dagen in de week. Ja, maar die overige 4 zit ik toch maar wat te niksen, hè? Nou, kijk nou. Ik ben wel 4 kilo aangekomen. Nou, staat je helemaal niet slecht. Ik hou wel van een beetje... Hé, doe nou toch! Daar gaat het toch niet om, schat. Ik wil het om handen hebben. Ik moet me ergens in kunnen vastbijten. Ik ga gewoon promoveren. Oh, Jezus. Zo, hè? Dat is eruit. Wat lucht dat op, zeg. Oh. Is eigenlijk helemaal geen slecht idee. Helemaal niet. Ah, oh, nee. Ga me nou alsjeblieft geen gelijk zitten geven als je het niet meent. Maar ik meen het wel. Ik vind het echt een goed idee. Serieus? Als je er even goed over nadenkt. Serieus? Bloedserieus. Heb je al een idee? Ja, ja. Kijk, ik zat aan voeding te denken. Voeding? Ja, maar daar hoef je toch niet op te promoveren. Kan je beter een kookcursus nemen. Heel fijn. Dat is natuurlijk weer typisch zo'n chirurgische opmerking, hè? Nou, jongen, laat deze eenvoudige huisarts jou dan vertellen dat visolie je bijvoorbeeld... Bijzonder goed zijn voor hart en vaten, dat weet ik liever. En ik maakte maar een geintje, hè? Oh. Nou, dat is dan wel een rotte geintje. Sorry. Maar ik meen het echt. Ik vind het echt een goed idee. Ga wat doen. Als jij niks om handen hebt, dan verlies je in de kortste keren je gevoel voor humor. Hm? Oh, ik ga meteen aan de slag. Ja, ik ga professor Obrecht eens eventjes bellen, zeg. Ik zal hem eens even... Lieve schat, professor Obrecht is al een jaartje of 2 met emeritaat. Nee. Je bent geen 6de jaars meer. Ja. Lieverd, je bent 36e jaars. Je moet nou bij Paul van der Zanden zijn. En weet je wat je ook moet doen? Ja? Je moet je cursus computeren, die moet je opfrissen. Want zonder dat rottige ding ben je nergens in de wetenschap van tegenwoordig. Ja, oh Hans. Oh, ik heb er toch zo'n zin in. Ah, ik voel me gewoon weer helemaal een eerstejaars. Voor mij ben je altijd een eerstejaars gebleven. Ja.
Ben je erg moe? Hè? Nee hoor, schat, het is alweer over. Ben je echt niet moe? Nee hoor. Ik ook niet. Dan moeten we nodig naar bed. Ja, je hebt makkelijk lachen, je hebt niks te doen vanmorgen. Goedemorgen. Hallo, wie? Is het al zo laat? Lieverd. Jongens, dan moet ik... Nee, joh, ik ben vroeg. We hebben niet gejokt vanmorgen, dus ik heb alle tijd. Ah. Oh, lieve mensen, zoiets geweldigs. Ik had het jullie gisteravond willen vertellen, maar jullie waren aan de bed. Ja, ja, oom Hans was een beetje moe, hè, schat? Ja. Je ziet een beetje afgepeigerd uit, oom Hans. Hoe werkt dat? Oh, is het dat? Maar wat had jij ons willen vertellen? Onwijs gaaf. We gaan met de hele klas 14 dagen naar Florence. Auw, piep, schat, fantastisch. Ja, het is hartstikke fijn. Alleen, ik heb een klein probleempje. En hoeveel bedraagt dat probleem? Nee, oom Hans, dat komt later. Trouwens, met dat probleem zadelen wij mama op als ze komt. Nee, ik weet niet zo goed hoe ik het aan John moet vertellen. Nou, gewoon, zoals je het ons vertelt. Nee, alsjeblieft. Bemoei je er nou even niet mee. Trouwens, je mag wel opschieten. Het is al 7:15. Begrepen. Ik ga. En je ziet me hier nooit meer terug. Hé, hey, hallo John, goedemorgen. Zeg, Wiep gaat 14 dagen naar Florence. Dat is leuk. Nou ja. Maar dit is u al een tijdje, dat weten we toch wel van Dobbelsteen. Moet kunnen. Kan ik afruimen? Nee, nee, momentje. Wil jij nog koffie, Wiep? Graag. U mevrouw Dobbelsteen? Nee, 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 laat ik maar het werk gaan als ik nou ook al op mijn luie gat ga zitten. Hoe bedoelt u dat? Nee, dat bedoelt u niet mee. Oh. Wel, nee, Koos. Oh, die is niet voor uit te branden. Af en toe, daar heb ik niks aan. Als ik u nou vertel, hè, dat onze voordeur, de buitendeur, dat die al maanden een nieuw verfje nodig heeft. Nou, de hele straat spreekt de schande. Ach, kom, dat zal best wel meevallen. Oh, dat valt helemaal niet mee. Nou, in ieder geval spreek ik er schande van. En hij heeft me al, ik weet niet hoe lang, beloofd dat hij het zou doen. En de verf heb ik al weken in huis. En dan had hij me bezworen dat hij het zaterdagmiddag zou doen. Maar niks hoor, hij moet zo'n nodige 24 uur marathon gaan doen. 24 uur? Ik wist helemaal niet dat Koos zo'n hardloper was. Hij fietst. Nee, wel nee, hardlopen of fietsen, 24 uur bij Koos, ben je mal? Nee. Zitten in een bootje, met een hengel en een flesje neven. Vismarathon. Een vismarathon? Bestaat zoiets ook wel? Oh, alles wat tegenwoordig een beetje lang duurt, heet marathon. Ja. Ik zit met een ongeveer op de duurmarathon. En volgens mij heb ik het al gewonnen ook. Maar dat is het niet, wat ondersteen. Ik kan er niet eens meer om lachen. En dan kan ik het natuurlijk wel zelf gaan doen. Maar dan moet je het commentaar horen, hoor. Waarom heb je niet even gewacht tot ik... Oh, ik hoorde het hem zeggen. Ik had me er zo verheugd, hè, dat het nou dit weekend zou gebeuren. Nou, drinken jullie je koffie maar op, dan ga ik alvast in de keuken. Mevrouw Dobbelsteen? Ja? Ik heb een ideetje. Wij komen u helpen. Wat? Ja, ik vraag een paar mensen uit de klas. Kunnen die schilderen dan? Daar worden ze voor opgeleid. Ja, kunst schilderen, maar dat is heel wat anders. Oh, ik heb een idee, ik heb een idee, ik heb een idee. We zullen die kozen over de brug halen. Oh. Kunnen jullie zaterdagmiddag? 12:00, dan hebben we op de stoep. Oh, enig. Maar let niet op de deur, want die moet nodig geschilderd worden. Zo, dan gaat u hiermee woensdagochtend om 10:00 naar het ziekenhuis om een foto te laten maken en wat bloed te laten prikken, ja? Jazeker, dokter. Maar denkt u er goed om, u moet er dan wel voor zorgen dat u dan nuchter bent. Jazeker. Wat zegt u? Dat u nuchter bent. Ja, wat krijgen we nou? Ben je nou helemaal besodemieterd? Hoe bedoelt u? Nou, ook dat bedoel. Ik mag er een drankprobleempje hebben, maar dat is niet groter dan van wie dan ook. Maar meneer, ik bedoel... Ja, ik begrijp verdomd goed wat jij bedoelt, maar dat pik ik niet. Ik kom al jaren bij dokter Van der Ploeg voor die paar druppeltjes drank. En dan zou zo'n snotneus als jij me even vertellen dat ik 's morgens om 10:00 niet als een maleier naar het ziekenhuis kan gaan. Kijk! Geen slok gehad. Een broodje nuchter. En dan is het 10:30. Gegroet. Meneer, zo bedoel ik het helemaal niet. Ja, maar ik wel. Ben je nou helemaal belazerd? Is dat de Jan er nog niet? Jawel, ik ben er.
Wat me nou toch overkomen is, krijg ik een patiënt, zo'n kleine gifkikker met maagklachten en wat opgezette lever. Jan Bakker? Ja, Bakker. Ik geef hem een briefje mee om zich te laten prikken en een foto te laten maken. En ik zeg erbij dat hij erom moet denken dat hij nuchter is als hij naar het ziekenhuis gaat. Ja? Wordt die man wit heet en wat ik me niet verbeeld en zo, denkt hij dat ik hem als zwaar alcoholist probeer te bestempelen? Ja, dat schiet bij Jan meteen in zijn verkeerde keelgat. Hij heeft een vrouw die hem ook al iedere dag vertelt dat hij nuchter thuis moet komen. Ja, oké. Maar wat zeg jij dan in zo'n geval? Ik bedoel, ik vind het toch vervelend als het zo verkeerd overkomt. Ja, nou ja, in zo'n geval kan je dan maar beter zeggen dat iemand vanaf de vorige avond 8 uur niks meer moet eten of drinken, zit je altijd safe. Hè? Trouwens, heb jij het laatste nieuws al gehoord? Ik ga promoveren. Het is niet waar. Ja, echt waar. Je bent gek. Ja, nou, ik doe het ook eigenlijk voor jou. Wat? Nou, dat hoeft niet hoor, Lidie. Dat eis ik niet van je. Ik ben al lang blij als je me zo nu en dan vertelt hoe ik met Jan Bakker om moet gaan. Nee. Als ik niet ga promoveren, zit ik me maar te vervelen. En als ik me zit te vervelen, dan wil ik de praktijk in. Maar omdat jij daar al zit, en dan ik wil dat jij die 3 dagen van de week daar blijft zitten, duik ik de boeken in. God, te gek. Waarover? Nou, ik dacht iets van voeding. Nee, dat is niks. Hoezo? Nou, dat is contraproductief. Hoe bedoel je? Nou, kijk, als iedereen echt gezond gaat eten, dan houden wij geen patiënt meer over. Ik lijk ook eigenlijk wel gek ook. Hoezo? Nou, ik sta me hier uit te sloven met broodjes en koffie en fruit. Maar als ik eens een keertje werd gevraagd, dan wordt er niet geluisterd. Hoe kom je daar nou bij? Is dat dag en nacht voor je klaar? Oh, laat me niet lachen. Dat is echt niet de bedoeling. Wat heb je? Niks, laat me zitten. Nee, dat kan ik niet hebben. Daar word ik tuurlust van dat gemok. Wat is er? Wacht even. Je gaat me toch niet vertellen dat het weer over die buitendeur gaat, die ze nodig een verfje moet hebben? Oh nee, helemaal niet. Nee hoor, kan mij die buitendeur dan schelen. Nee, daar ben ik overheen, die verfje toch niet, dus daar heb ik me neergelegd. Mooi. Wat is er dan? Koos, zit eens aan te vissen. Dat doe je straks maar. Dat is iets tussen mij en mezelf. Oh, nou daar wil ik absoluut niet tussen komen. Oh, mijn uit de kunst als ik jou toch niet had. Ga weg, kom, doe niet zo mijn zin terug. Je hebt me helemaal niet. Dat zal Jopie zijn. Godzijdank, werd er nog gerust. Wat zei je? Ja, Joop, kom even boven, ik ben zo klaar. Kom maar aan. Ha, lekker worst. Hey, heb je aan de mosterd gedacht? Ik wel, denk aan alles. En dit is me goed ook, want jij denkt nooit aan niks. Goedemorgen, Mietje. Dag, Jan. Hey, kom eens, Mieke. Ja, kom eens op. Heb je de voordeur goed dicht gedaan, want het schortveert een beetje. Ja, ik dacht het wel. Moet je nodig iets wat aan doen, Koos? Dat is bloedje link, hoor, zo'n open voordeur. Ja. En niet om het een of ander, Mientje. Maar je moet die man van jou ook eens vragen of hij die deur een likkie verf wil geven. Haal je mond, Joop. Geen geintjes. Helemaal niet. Mooi zo, want ik hou niet van die geintjes. Gedonderd. Kan ik die doos meenemen? Ja, je kan die doos meenemen. Oh, verschrikkelijk. Hier. Alsjeblieft. Zo. Nee, wacht even. Joop. Is het zout voor de eieren? Zo. Nou. Jij bent nog maar een bofkont, hè? Zeker weten. Hoezo nou weer? Nou, kijk eens wat er allemaal voor je wordt ingepakt. Hier, zout voor de eieren en nou wegwezen. Je moet hem niet zoveel verwennen, Mientje. Ach, kom. Je zou toch ook wel het een en ander bij je hebben, zou ik denken, hè? Jawel, maar dat heb ik wel zelf moeten kopen. Oh. Ja, wacht even. Geen kwaad woord over Annie, hoor. Maar soms denk ik wel eens, hoe kunnen 2 vogels uit hetzelfde nest zo verschillen? Ja, goed hoor, Joop. Ik kon er maar mee. Ja, nee, ik meen het echt, hè. Ik kan alleen maar een paar zure opmerkingen aan mijn kop krijgen. Alle dagen maar weer de hort op met die Koos. Hè? Nou, onzin natuurlijk, hè. Ja. Zeg nou zelf, Mientje. Zo vaak gaan Koos en ik toch niet meer stappen, hè? Nou, kom, Joop, we moeten weg. Kom. Nee, wacht nou even. Zeg nou eens eerlijk, Mientje. Wil jij dat werkelijk eerlijk van mij weten, Joop? Nee, dat wil Joop helemaal niet eerlijk weten. Thank you.
Ja, wat is er? Je bijt, man. Weet. Ach, niks, man. Moet je me daar nou voor wakker maken? Als je wil slapen, als je thuis moet blijven. We zijn hier op de vissen. Ja, maar 24 uur vind ik wel een beetje lang, ook Koos. Allemachtig. Ben je gekke jongen, dat is juist een sport. Geen honger te krijgen. Wat let ons? Mijn overlevingspakketten. Hé. Eens even kijken, mijn tweede overlevingspakket. Hey. Meneer, mogen we ophouden? Gisteravond om 8 uur zijn we begonnen. En vanavond om 8 uur wordt er dus afgeblazen. Dan de prijsuitreiking nog. Zo, dan zijn we om 9 uur pas thuis. Zeker weten. Ook een stukje worst. Nou, omdat je zo aandringt. Hé, hey, dan moet ik Annie even bellen. Annie bellen? Ja. Goed. Dus je kan toch rekenen? Een 24 uur marathon duurt 24 uur, dus. Jawel, maar ik had beloofd om even te bellen of ik thuis kwam eten of niet. Zwagertje, zwagertje van me. Nee. Je zit toch aardig onder de plak, hè? Ga er tegenin, jongen. Als je de meisjes Kalkman de gang laat gaan. Nou, de meisjes Kalkman, dat ligt niet zo eenvoudig, Koos. Die twee die zijn totaal verschillend. Ja. Kijk, die van mij die is jong, bruisend en sexy, hè. Die kan eigenlijk iedereen krijgen die ze nog hebben wil. En Mientje. Ja. Mientje is meer het verzorgende, het moederlijke type. Hoe bedoel jij dat precies? Nou ja, ik bedoel... Waar jij soms zeggen dat Mien... Nee, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Kijk nou eens naar die dozen daar op je schoot. De horende is overvloed, kun je wel zeggen. Terwijl ik... Koos, je beet! 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 Oh, nee! Oh. Maken we wat van, hè, zou ik zeggen. Ik had gedaan. Nee, mevrouw Dobbelsteen, laat dat nou maar aan ons over. Oh, nou. De verf en de kwasten die zijn boven. Niet die nodig, want die hebben we zelf bij ons. Oh, nou, dan zal ik maar een kopje koffie zetten, hè. Of hebben jullie dat soms ook bij? Nee, geen koffie, maar... Da-da-da-da-da. Alsjeblieft, mevrouw Dobbelsteen. Kinder, dat had je nou die nu niet hoeven doen. En nou wegwezen, anders komt er niet op tijd af. Nee, nee, ik ben weg. Ik ben weg. Adieu. Ik ben weg. Ik begrijp er geen barst van. Niet één keer bijt meer gehad. Begrijp jij dat nou? Ja, ik wel. Die vissen hebben zich de barsten gevreten aan al die delicatessen. Zeg maar zelf, zou jij nog trek hebben aan al die heerlijkheden in een grondige vormpje? Nee. Heb je nog zo'n kaki? Als een stier. Kom op, Joop, we kappen ermee. Wacht nog even, we hebben nog een uur te gaan. Je weet nooit wat er gebeurt. Hoef ik niet meer te weten. Ik heb honger, ik ben nat en ik baal. Ik heb 23 uur naar die klote dobber zitten kijken. Niks gevangen. Ik kap ermee. Ja, ja. Joe! Joe, Joe! Kom maar aan. Pas erop, hij is nog nat. Chinees. Oh, dat is lekker. Ah. Alsjeblieft, meneer. Oh ja, en een portie bitterbal. Ja, wat komt eraan? Ja. Wat een scheetje. Krijg geen gehoor. Annie is er niet. Nee, dank je de donder. Hoe bedoel je? Je hebt vanochtend zelf gezegd. Annie is heel anders dan Mien. Annie is jong, bruisend, sexy. Kan het iedereen krijgen die ze hebben wil. Dus als jij 24 uur aan het vissen bent, is zij lekker de hort op, dat begrijp je? Doe niet zo scheidlollig, Koos. Ik zal Mien wel even bellen, hè? Zal zeggen dat we eraan komen. In de loop van de avond. Kun je happy mee eten? Alsjeblieft, een portie bitterballen. Dank u wel. Oh.
Niks, niks. Mien is er ook niet, ik heb thuis ook geen roem. Nou, dan neem ik mijn woorden terug van vanmorgen. Hoezo wat? Nou, dan is Mientje toch niet zo'n verzorgend typetje als dat ik dacht. Die is met haar niet door, toch natuurlijk. Mien? Mien. Pas op, die ballen zijn. Oh. Wat doe jij, man? Waar kom jij nou vandaan? Van de Chinees, daar heb ik gegeten met Wimpe, de kinderen van de klas. Oh, nou in die tijd hebben vandalen onze deur beklad. Je hebt geen idee. Ik heb geen idee. Dat heb ik laten doen. Heb jij laten doen? Dat is kunst. Kunst? Dat is geschrift. Ik moet geen harde porno op mijn deur. Kunst of geen kunst? Had je kunnen weten? Ja, dat had ik kunnen weten, ja.